De sfeer was opperbest gistermiddag in het Abalenza Stadion na de 5-1 zege van PSV op Heerenveen. In misschien wel de beste wedstrijd van de eerste competitiehelft. Denk het wel. Alles lukte? Ja, bijna alles. Nou, in ieder geval de beste eerste helft van het seizoen, ja. Dus zo kan je dat wel typeren, ja. Ja, het was een goede wedstrijd voor ons. We spelen eerste half echt goed, ook tweede. Maar ik denk eerst was beter. En ja, het was gewoon een goede overwinning. En dat er wel vooraf gedacht werd dat de verschillen tussen PSV en Heerenveen niet zo heel erg groot zouden zijn. Er was kritiek op het elftal van Fred Rutte dat met name in grote wedstrijden niet thuis zou geven. Je ziet wat je wil zien. En je hoort wat je wil horen. En dat zal altijd zo blijven. En dat is één journalist. En die ziet dat door die bril. Vergeet even dat we het aantal wedstrijden dat we hebben gespeeld. Dat we er uiteindelijk maar 2 van hebben verloren. En ik denk zeker eentje absoluut onnodig. En dat was in Rotterdam. Nou, dan zie je dat je in Europa gewoon uitstekend doet. Uitstekend. Ja, en dan zal dit, denk ik... altijd wel zo blijven. En zal het hele jaar zal ons dat, ja, ik zeg niet achtervolgen, maar dit is gewoon repeterend. En dan is het wel jammer dat sommige journalisten gewoon dat klakkeloos als een kopieerapparaat dat overnemen. En dat vind ik eigenlijk wel een beetje, ja, ik zeg altijd jammer, hè. Nee, maar dat... Nee, goed, het is inherent. Het hoort erbij en wij worden daar niet onrustig van. Wij gaan gewoon ons eigen weg. Het team is in ontwikkeling en spelers individueel zijn in ontwikkeling. En daar zijn we hartstikke gelukkig mee. Ik weet niet hoeveel mensen hoe lezen de krant in deze ploeg. Er is niet zoveel Nederlander in deze ploeg. So. Maar ja, het is leuk dat mensen praten over ons, denk ik. En, ja. En zo kun je kritiek ook opvatten. Voordat de PSV-show begon, was de eerste echte kans in de wedstrijd voor Bas Dost. Voor langs het doel. Maar de PSV'ers werden er niet warm of koud van. En grepen daarna het initiatief en de tegenstander bij de keel. Direct na de kans van Dost was het deze mogelijkheid. Uit moeilijke positie voor Toivonen. Maar daarna ging het los. Voor de eerste minuut denk ik, we zitten heel goed in de defensief. Communiceren goed en veroveren de bal en goede omschakeling. Maar ik denk vooral dat wij durven spelen voetballen in 19 minuten. En dat was heel top. En Fred Rutte stuwde zijn mannen vanaf de kant naar voren. Onder aanvoering van Kevin Strootman komt de bal bij Mertens. De voorzet wordt nog weggewerkt. Maar Heerenveen komt niet uit het eigen strafschopgebied. Wordt daartoe gedwongen en Labiat levert de perfecte voorzet af. Waar Toivonen alleen maar tegenaan hoeft te lopen. De eerste van zijn 2 doelpunten in Friesland. Natuurlijk, altijd lekker te scoren. Ik zeg ervoor dat het maakt niet uit wie scoort. Speciaal nu in deze periode, een heel moeilijke periode voor de winterstop. Misschien een paar jongens kijken voor de vakantie. Maar we moeten concentreren op elke wedstrijd. En vandaag heel leuk en ja, veel... doelpunten scoren of iedereen jongens. Dat was goed. En let vooral op de manier waarop PSV de bal verovert en snel verplaatst hier op Matafs. Die loert op een goal. Iedereen wil de bal, iedereen wil spelen en het was gewoon fantastisch. Dit is wat jullie willen? Ja, natuurlijk. Wij willen elke wedstrijd. Maar spits wil scoren en ook de goal voor Matafs kwam er. Hier zet Labiat goed druk en wint Manulev een cruciaal duel. En bevestigt zijn vorm met een perfecte voorzet. Wegdraaiend en Matafs laat steppen kansloos. Belangrijke tweede treffer op een cruciaal moment in de wedstrijd. Ze bleven maar gaan, ja. En dat is eigenlijk wel... Dat wil ik ook niet afremmen. En, zeker niet bij een tussenstand van 3 of 4-0. Dan moet je dat ook niet afremmen. Maar we moeten wel leren dan... Straks, als het echt om de grote wedstrijden gaat, zeker in Europa, als je bij 1-0 voor staat, ja, dan moet je wel proberen de 2-0 te maken. Maar dan moet je ook wel slim zijn. Maar PSV deed heel erg slim en maakte er voor rust zelfs nog 3-0 van. Omdat het alle duels won en uitstekend combineerde. Zoals hier Toivonen, Matafs en weer Toivonen. Het eerste half uur was doorslaggevend in de wedstrijd.
Nou, ja, dat wij scoren, ja, was ja, binnen gewoon 15 minuutjes. Ja. Wij scoren eerst de tweede en dan nog derde. En dat was, ik denk, beslissing. Dit is zoals Fred Rutte het voetbal graag wil zien. Zoals het publiek het voetbal graag wil zien. En de vreugde van dit team is oprecht. Ondanks het gemak waarmee PSV voetbalde en de voorsprong verkreeg, werd er toch nog even gememoreerd aan een wedstrijd in Venlo, toen PSV een voorsprong verspeelde. Daar hebben we wel aan gememoreerd, ja. Kijk, dit is een andere tegenstander als VVV, maar ik heb er wel aan gememoreerd, omdat namelijk, ja, je moet hiervan leren. En dit team, ja, als je manier, zoals wij zijn begonnen, en er staan vijf of zes nieuwe spelers in, ja, dat gaat maar horten en stoten. Nou, en nu hebben we ook laten zien dat we ook kunnen leren. Maar we zijn en blijven nog wisselvallig. En als we die wisselvalligheid eruit kunnen halen, ja, dan de manier zoals we vandaag spelen, zijn we titelkandidaat, ja. Dat is duidelijke taal van Fred Rutte. En de score had nog voor rust veel hoger uit kunnen vallen als de bal van Wijnaldum niet van de lijn was gehaald. En als Labiat hier of het overzicht had behouden of de bal gewoon goed had gestift. Maar PSV creëerde in ieder geval de kansen en maakte na rust geen fout. Mertens, met gele in plaats van paarse schoenen, legde de bal panklaar op het hoofd van Jorginho Wijnaldum. Direct na de pauze 4-0, PSV op rozen en de fans in alle staten. Daarna ging de ploeg van Fred Rutte vrolijk door op weg naar een hogere score. Met dit misschien wel de mooiste aanval uit de tweede helft. Manolev verovert en Labiat zoekt en vindt de combinatie met Mertens. Het schot gaat naast, maar het was genieten. Ja, ik heb de eerste helft heb ik echt genoten van mijn team. En ook in fase van de tweede helft. En ja, dat is echt geweldig om te zien. De vijfde treffer kwam er nog. Uit een hoekschop van Kevin Strootman. Kopt Marcelo, grabbelt Steppen. Maar wie heeft er nou gescoord? Want voor Steppen stond ook nog Wijnaldum. En die komt hier met verontschuldigingen de treffer claimen. En krijgt hem ook op zijn naam. Al zijn de meeste felicitaties voor de Braziliaanse verdediger. Wijnaldum dus op het scorebord. Datzelfde geldt aan de kant van Heerenveen voor zijn halfbroer Rajiv van La Parra. Hij bezorgt voor de Friese de eretreffer. Maar het gevoel van PSV over de eerste competitiehelft is goed. Als ik puur naar de competitie ga kijken, ja, dan denk ik dat wij content kunnen zijn met de ontwikkeling van het team. Dat we in resultaten nog niet altijd het maximale hebben kunnen pakken. Ja, als er niemand weggaat, ook niet in de breedte al te veel gebeurt. Als er mensen weggaan, dan kan dit team alleen nog maar groeien, denk ik. En als we dan alle uitslagen op een rijtje zien, dan kunnen we concluderen dat PSV de absolute winnaar is van het weekend. Zelf met 5-1 winnen en de directe concurrentie, AZ en FC Twente, verliezen allebei. De ploeg uit Enschede verliest in Rotterdam van Feyenoord en AZ verliest in Breda van NAC. Dit is de stand halverwege de competitie. AZ nog steeds koploper, 38 punten uit 17 wedstrijden, maar PSV is genaderd tot 1 punt. En dus is er nog alles mogelijk in de tweede competitiehelft. De lijst van topscorers, een paar kleine wijzigingen. Dries Mertens nog steeds bovenaan. Ola Toivonen komt met zijn 2 treffers op 10. En Jorginho Wijnaldum staat halverwege de competitie op 7 doelpunten voor PSV.